Hallo, lekker hè? Binnen, kacheltje aan. Wat wil je nog meer? Nou, misschien wel dit. Geen kachel, maar een koelkast. Want wist je dat als je de koelkast eventjes omdraait, dat de koelkast ook warmte afgeeft aan de warmte, aan de achterkant. Dan moet je nog een beetje iets anders doen om er echt profijt van te krijgen. Namelijk aan de buitenkant van je huis even een gaatje maken. En je schuift de koelkast er zo doorheen en doet hem open. Want wat je dan hebt, dat is een warmtepomp. En daar gaan we het dit keer over hebben. Kijk, als je binnen zit, 20 graden Celsius, kamertemperatuur, en buiten is 10 graden Celsius, dan is het logisch dat de warmte van de warme kant naar de koude kant gaat. Je hebt warmtevlies en daarom moet je natuurlijk binnen verwarmen. Om het op temperatuur te houden. Nou, als je nu een koelkast in de muur zet, en aan de rechterkant is het dus dan open, dan zal natuurlijk die 10 graden Celsius, ja, die zal ook in de koelkast komen. Maar zo'n koelkast, een beetje goede koelkast, die wil alles naar 4 graden Celsius doen, dus die lucht wordt constant naar 4 graden Celsius gebracht. En betekent dus dat de koelkast aan de buitenkant warmte weghaalt. Want hij maakt van 10 graden Celsius, maakt hij 4 graden Celsius. En die geeft hij weer af aan de binnenkant. Dus door die koelkast krijg je dus een warmtestroom van rechts naar links. Het is iets anders natuurlijk als de buitentemperatuur ook 4 graden Celsius is. Want ja, dan kan hij geen warmte weghalen. En dan zul je dus bijvoorbeeld een vrieskast moeten nemen of zoiets. Maar het is wel zo dus, hoe lager de temperatuur buiten, hoe moeilijker het wordt. We gaan even kijken hoe precies inderdaad nu zo'n warmtepomp werkt. Het principe is verdampen en condenseren. Daar gaat het om. Nou, verdampen, dat zie je in feite hier bij deze persoon. Deze persoon heeft zich behoorlijk ingespannen en die is aan het zweten, want zweet geeft verkoeling. Ja, want waarom geeft verkoeling? Nou, zweet, dat gaat verdampen. En verdampen, dat kost energie. Ja? Om vloeistof, gas te maken, moet je er energie in stoppen. En die energie, dat is warmte. Ja, en daardoor voelt het als verkoeling, want de warmte komt uit jouw lichaam vandaan. Nou, het tegenstel van verdamping is condenseren. En condenseren kost dus geen energie. Nee, condenseren, als dat gebeurt, dan geeft het energie. Oftewel, die zal warmte afgeven. Nou, deze twee dingen, dat houden we eventjes vast om te kijken wat er nu met de warmtepomp gebeurt. We gebruiken geen koelkast, maar we gebruiken een cilinder en daarin zit een zuiger die bewegen kan. In de cilinder zie je dus dat er een gas is, he, alle moleculen die kriskras bewegen, maar eventjes wat tegenstrijdig. Wat in die cilinder zit, dat noemen we een koelvloeistof. Ja, je zou zeggen, vloeistof, het is toch geen vloeistof? Nou, nog niet. Maar zo'n koelvloeistof, een voorbeeld van zo'n koelvloeistof is tetrafluorethaan. De naam doet er trouwens niet toe hoor. Het is in ieder geval een vloeistof die bij kamertemperatuur gewoon gasvormig is. Ja, want een willekeurig stof, die kan natuurlijk vast vloeibaar of gas zijn. En het kookpunt, dat zit dus tussen de vloeibaar en gas in. Ja? Nou, je ziet dus, een koelvloeistof, die heeft normaal, gasvormig een kookpunt van min 26,3 graden Celsius. Nou, je ziet, als dat zo is, en je zit normaal bij 20 graden Celsius, dan is dus al de vloeistof al verdampt en het is één stuk gas. Nou, wat er dan gebeurt is dat het koelvloeistof die wordt onder druk gezet. Ja, niet abnormaal veel, hè. Je ziet hier keer 1,6. En dan wordt de gas dus samengeperst en wordt weer vloeibaar. Want de koelvloeistof onder druk die heeft een kookpunt van 57,9 graden Celsius. Dus dat is meer dan de kamertemperatuur. Oftewel, al het gas is weer vloeibaar geworden. En het punt is nu dus, als je aan de binnenkant de cilinder nu naar beneden toe beweegt, dan heb je dus dat de koelvloeistof onder druk wordt gebracht. En betekent dus dat de koelvloeistof, wat eerst gas was,
nu inderdaad vloeistof wordt. En als het vloeistof wordt, wat dan? Kijk daar rechtsboven. Ja, dan condenseert het dus en geeft het warmte af. Dus aan de binnenkant zal er warmte ontstaan, omdat de vloeistof gecomprimeerd wordt, samengeperst wordt. Nou, dat is de binnenkant. Hij is samengeperst en dan wordt het naar buiten gebracht. En buiten, wat gebeurt er dan? Nou, dan gaat hij weer omhoog. Zo. En betekent dus dat die vloeistof onder druk weer onder normale omstandigheden wordt. En dat betekent dus dat de vloeistof weer verandert in damp. Oftewel, het verdampt, oftewel, het neemt warmte op. En dan zie je dus wat er gebeurt, precies zoals zo net met de koelkast. Binnen komt de warmte vrij en buiten neemt het warmte op. En op deze manier kun je dus iedere keer heen en weer gaan. Ja, want dan ga je binnen weer binnen en dan ga je binnen weer comprimeren, et cetera, et cetera. Nou, die neem je samen. Dan heb je dus de cilinders links en rechts van de muur. Ja, natuurlijk buisjes er tussendoor, zodat gas heen en weer kan stromen. Aan de linkerkant wordt iedere keer de druk verhoogd. Rechts wordt de druk verlaagd. En zo krijg je dus een warmtestroom van buiten naar binnen. Je krijgt een warmtepomp. En in de praktijk ziet het natuurlijk iets anders uit. Je hebt een binnenunit en een buitenunit. En ja, die zijn natuurlijk iets anders gebouwd. Maar het principe blijft hetzelfde. En de binnenunit die geeft dus dan de warmte af aan bijvoorbeeld een waterboiler, lekker onder de douche. Of natuurlijk een vloerverwarming. Verzin maar eens wat. Is dit nu allemaal gratis? Nou, dat niet. En natuurlijk, je moet ervoor betalen om het aan te schaffen, maar ook het verbruik is niet gratis. Want ja, als je een gas wilt comprimeren, dan heb je daar een kracht voor nodig. Oftewel, je hebt even een motortje nodig om het spul aan te drijven. En ja, een motor draait ook niet uit zichzelf. Je moet daar toch wel wat energie in stoppen, elektrische energie. Hoeveel ongeveer? Nou, een gemiddelde warmtepomp heeft ongeveer een 3200 kilowattuur per jaar nodig. Dat is behoorlijk wat hoor. Maar ja, het vervangt natuurlijk het gas en dat weegt wel tegen elkaar op. Wat levert de warmtepomp op qua rendement? Nou, eerst eventjes rendement zelf. Een willekeurig apparaat, daar stop je energie in. Althans, als je wilt dat het apparaat iets doet. En het apparaat doet iets nuttigs voor je, maar het nuttige deel zal nooit meer kunnen zijn dan wat je erin stopt. In dit geval heb ik even 60% genomen. Betekent dus dat 60% van wat je erin stopt ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor wat je wilt. En bij een warmtepomp, ja, wat je erin stopt, dat is dus de energie die gebruikt wordt om gas te comprimeren. Maar bij een warmtepomp is aan de ingangskant nog iets anders. Want een warmtepomp, ja, die neemt niet alleen die energie op om het gas te comprimeren, nee, hij neemt ook warmte op van de buitenlucht. Gratis warmte in feite. Hè? En een deel van die warmte, en meestal wel aardig groot deel, die wordt weer doorgesluist naar de binnenkant. En daar staat het af. Een voorbeeldje, die elektrische energie die nodig is, dat was per jaar 3200 kilowattuur. Nou, 60% daarvan wordt dus nuttig gebruikt, 60% van die 3200 kilowattuur, dat is 1920 kilowattuur. Ja, een stuk minder dan dat hierin stopt. Maar wat erin komt, ja, is dus ook die warmte. Stel je voor, dat is 8000 kilowattuur warmte. Krijg je daardoor van buiten in de warmtepomp. En de warmtepomp die sluist door en die sluist 7000 kilowattuur door. Nou, wat je er als gebruiker instopt, dat is die 3200 kilowattuur. Dat is het stukje wat je zelf moet betalen. Die warmte betaal je niet. En wat je eruit haalt, dat is qua nut. Ja, 7000 plus die 1920 is 8920 kilowattuur.
dan zie je dus dat er meer uitkomt dan dat jij erin stopt. Kortom, als je dat met rendement zou berekenen, hè, dan krijg je dus altijd het nuttig gedeeld door totaal keer 100 en dan kom je op een rendement van 279%. Dus een rendement ver boven de 100%. Nou, bij dit soort installaties wordt ook niet gesproken over rendement. Want het rendement is eigenlijk nog steeds natuurlijk maximaal 100%. Nee, men spreekt hier over de zogenaamde COP-waarde. COP staat voor Coefficient of Performance. Nou, dus als er gesproken wordt over rendement hoger dan 100%, hè, moet je altijd denken van ja, het is eigenlijk niet rendement, maar het is COP. En waarom nu zo'n warmtepomp? Dat heeft natuurlijk alles te maken met, hier staat het al, dat men van het gas af wil. Nou, waarom van het gas af? Nou, als je gas verbrandt, en niet alleen gas natuurlijk, maar ook steenkool of benzine of nou, noem maar wat op, hè, dan komt daar vrij CO2. En CO2, dat is een zogenaamd broeikasgas. En een broeikasgas, hè, die hoopt zich op in de atmosfeer en doet inderdaad precies wat in een broeikast is, namelijk dat het de warmte vasthoudt. En daardoor krijg je dus de opwarming van de aarde. En dat is een probleem aan het worden. Dus vandaar dat men van het gas af wil. En een van de oplossingen is dus het gebruik van een warmtepomp. Omdat je dus daardoor de verwarming van het gas af kunt halen. En dat je dat dan aanstuurt met elektrische energie. En elektrische energie kan duurzaam worden opgewekt. Wel een heel groot verhaal, maar het moet wel, want ja, die opwarming is wel een feit. Van het gas af, ja, soms lijkt het wel ontzettend makkelijk. Hè? Zonder probleem van het gas af, ja, wel met een kleine achtergrond natuurlijk. Welk gas is het? Ja, kijk, het is wel humor, maar de werkelijkheid is natuurlijk iets gecompliceerder. Succes ermee en bedankt voor het horen en tot ziens wellicht.